Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag is het vrijdag en binnen een week en enkele dagen start dus het WK voetbal in Qatar. Dus het is 20 november dat WK voetbal start in Qatar. En ik heb zo'n beetje een pronostiekje gemaakt van het WK voetbal in Qatar. Groep A zet ik op eerste plaats zet ik Nederland. Op tweede plaats zet ik Senegal. Op derde plaats zet ik Ecuador. En op vierde plaats zet ik Qatar. In groep B zet ik Engeland als eerste, Wales als tweede, de Verenigde Staten als derde en Iran als vierde. In groep C zet ik Argentinië als eerste, Polen als tweede, Mexico als derde en Saoedi-Arabië als vierde. In groep D zet ik Frankrijk als eerste, Denemarken als tweede. Wie zat er nog in de groep van Frankrijk? Tunesië als derde en... Nee, Australië als derde en Tunesië als vierde. Groep E zet ik Duitsland als eerste, Spanje als tweede, Costa Rica als derde, Japan als vierde. Groep F, België als eerste, Kroatië als tweede, Canada als derde en Marokko als vierde. Groep G, Brazilië als eerste, Servië als tweede, Zwitserland als derde en Cameroen als vierde. Groep H, Portugal als tweede, eerste, Zuid-Korea als tweede, Uruguay als derde en wat is de laatste? En Ghana als vierde. Dus de eerste wedstrijd van de knockouts is Nederland-Wales. En ik zet Nederland als doorgaan. Dan Argentinië-Denemarken. Argentinië gaat door, Duitsland-Kroatië, Duitsland gaat door. Brazilië-Zuid-Korea, Brazilië gaat door. Engeland-Senegal, Engeland gaat door. Frankrijk-Polen, Frankrijk-België-Spanje gaat Spanje door. Groot-Brittannië-Frankrijk gaat Frankrijk door. Spanje-Portugal gaat Portugal door. Argentinië-Duitsland wint Argentinië dat duel. Frankrijk-Portugal wint Portugal dat duel. Dan is de... voor de derde plaats Duitsland-Frankrijk en Frankrijk pakt weer de derde plaats. En Argentinië-Portugal wint Argentinië het WK. Dat Messi, de finale zou dan Messi-Ronaldo zijn. En dan zeg ik, Ronaldo, Messi wint het WK met Argentinië. Dat is zo'n beetje mijn kijk op het WK. Dus dan dat is zo'n beetje mijn kijk op het WK. En dat Argentinië het WK wint, dat de twee goats, de goat en het kleine geitje op zijn bij elkaar staan en dat Messi het WK wint. Dat zeg ik, maar jullie kunnen jullie pronostiekjes ook achterlaten in de comments. Maar dit is mijn pronostiek voor het WK, Argentinië het WK wint. Dan kan in jullie ogen anders zijn. Dit video idee kwam ook van Benozelaar. Link naar zijn kanaal staat in de beschrijving, kan ik zelf aan. De link naar Benozelaar zijn kanaal staat in de reacties. In de beschrijving. Dit was dus mijn kijk op het WK. Dit was even een snelle video tussendoor. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en ik zie jullie graag terug in de volgende video maar weer. Bye bye!